Kunstroute, dat houdt in dat je zeg maar door de stad Zwolle alle mooie kunstzinnige winkeltjes en ondernemers gaat ontmoeten. Daarbij is er ook een prachtige mooie zeg maar verhaal over alle panden die je tijdens de route tegen gaat komen. En het verwoordt eigenlijk Zwolle, de kunst, het verhaal achter Zwolle en het hart van Zwolle. Dus en het is een geweldige ervaring om dat te gaan beleven. En voor educatie en het toerisme is het een enorme aanwinst. En het zet de Zwolse kunstenaars ook nog eens een keer in de kijker. Het is echt een win-win situatie. Je begint gewoon in de Sassepoort en daar ga je gewoon de route beginnen. Daar kun je de route opstarten. De highlights zijn echt Emanuelshuizen, Herman Brood Experience, Fundatie, Nende Kunst, Blauwdruk, Waanders, Gerrit Knikker. Jan Kamphuis, noem maar op. Het idee is om bij de Sassepoort een raampje op te hangen met een muntje daarachter. En daar kunnen mensen met hun mobiele telefoon, kijk zo, hou ik het muntje erbij. En wat gebeurt er? Nu gaan ze naar mijn YouTube kanaal. En dan gaan ze naar de Zwolse kunstroute. En dan kunnen ze die Zwolse kunstroute gaan volgen op toeristisch gebied. Maar ook een andere munt, speciaal voor kinderen, voor educatief gebied. Wat ga je doen dan, jongen?